er bent. Dankjewel. Heb je het vaker gedaan, het mountainbiken? Nee, dit was mijn eerste keer. Ja, wel eens jaren geleden. Ja. Maar dit was weer voor het eerst. Oh, geinig. Leuk om te horen. Ja. En waar moet je op letten als je begint met mountainbiken, zeg maar? Ja, dat is een goede vraag. Ik had gehoopt dat u dat me had kunnen uitleggen. Nee, maar ik heb het zelf ontdekt. Nou, ik denk goed leren met je versnellingen te werken, dan moet je toch wel even aan wennen. Tenminste, dat moest ik. Ja. Nou, vooral als je de berg afgaat, erop letten dat je stevig staat. Ja. En niet blijft zitten. Ja. Dat is ook pijnlijk. Ja, en zo vooral een beetje uit gaan proberen. Dan merk je het vanzelf. En zeg maar het remmen, waar moet je dan bijvoorbeeld op letten? Kun je iets laten zien hoe je dat doet normaal? Ja, ik heb dus nog niet een normaal, maar ja, remmen. Dat doe ik niet spannender dan dit, eerlijk gezegd. Nee, doe ze allebei tegelijk of ja. Doe je eentje? Oh ja, nee, ik doe ze tegelijk. Misschien is dat niet goed, maar dat doe ik wel. Ja, ja, nee, dat is prima. Je kan allebei. Alleen sommigen doen bijvoorbeeld heel hard de voorrem en dan, ah, okay. Dan maak je zeg maar een salto. Oh. Dat is nooit zo plezierig, zeg maar. Nee, die heb ik niet geprobeerd, die salto. Nee, dus dat niet. En verder, hoe vond je het in het bos, zeg maar? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Mooie route. Fijne fietsen, dus ik heb ervan genoten. Dus je was, zwaar tevreden? Zeg maar. Zeker, oh, zeker. Daar horen we graag. Ja, absoluut. En zijn er nog dingen die een beginnende mountainbiker ook moet weten, zeg maar? Ik heb geen speciale tips. Ga gewoon lekker ervan genieten. Ga de natuur in. En je ontdekt het vanzelf, hoe het allemaal werkt. En eet je vooraf met fietsen of eet je na het fietsen? Nou, beide zou ik voorstellen. Oh, beide, dus ik denk dat ik zo ook aan een hapje en een drankje ga als het oh, goed ja, beter. Is. Ja, nee, dat is helemaal goud. Nee, zeg het voort en leuk dat je het gedaan hebt. En hele fijne dag. Dank je wel. Goed, dank je.